Dag lieve mensen, welkom terug op mijn kanaal Revives. Mijn naam is Anne-Sulieke. Ja lieve mensen, allereerst super bedankt voor iedereen die zich heeft aangemeld op mijn kanaal de laatste tijd. Ik ben jullie echt super dankbaar, er zijn in een korte tijd echt heel veel bijgekomen. En ja, ik wilde natuurlijk nog wel iets meer. En ja, wat heb ik bedacht? Ik heb weer een leuke actie bedacht. Ik heb al iets gedaan, ik heb een aantal readings weggegeven. En ik heb het deck weggegeven van de Spirit Animals. En de mensen waren super dankbaar, dus ja, daar doe ik het voor. Maar in ieder geval, ja, ga ik gewoon door met de readings weggeven. En ja, wat ik ook ga doen is een affirmatiedeck weggeven. Dat is deze. Er staan leuke quotes op. Of in ieder geval leuk om dagelijks te gebruiken of gewoon bij een reading. Eigenlijk is dit voor iedereen toegankelijk, dus ben je iets... nog maar nieuw met tarotkaarten of orakelkaarten. Dus dit een leuke om erbij te hebben of om te beginnen. Maar ook voor mensen die al ervaren zijn. Het is echt een leuk deck. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, meld je dan aan. Abonneer je op mijn kanaal Revives. Deel het desnoods, zou ik ook erg leuk vinden. Of je maakt kans op een van de readings die ik dus ga weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is je aan te melden en te vertellen wat je graag zou willen. Dus een reading of eventueel het affirmatiedek. Lieve mensen, dan ga ik beginnen. Ik ga beginnen met een ander soort reading. Dit is voor singles en dit is eigenlijk tijdloos. Dus er zit geen tijdstamp aan. Wie dit moet zien, moet dit zien. En dat kan nu zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld over een jaar zijn. Dus kijk niet naar de tijd, zou ik zeggen. Ik ga eens kijken wat de angels te vertellen hebben. En wat voor boodschappen we voor de singles mogen ontvangen. Als eerst flirten. Wauw. Deel je lichthartige energie met anderen. Misschien ben je aan het daten. Of misschien ben je aan het flirten met iemand. Maar in ieder geval is het tijd om dat te doen. Want... Angels zeggen, ga erop uit en deel je energie. Wauw. En dan heb ik nog twee. Het is veilig om lief te hebben. Open je hart om de meest waardevolle energie van alles te geven en te ontvangen. Eigenlijk hier ook al. Misschien heb je een periode gehad dat je misschien een tijdje single bent. Of dat je even gewoon niet op liefde zat te wachten. Maar in ieder geval is het open je hart, lieve mensen. Want, kijk eens wat ik hier heb. Een nieuwe liefde. Een nieuw iemand heeft je gevoel voor romantiek geprikkeld. Wauw. We gaan zo meteen verder kijken wat deze tijd je brengt. In ieder geval ga ik even kijken welke ik ga pakken. Deze. Ik ga wat tarotkaarten leggen voor... Ja, eigenlijk tijdloos. Dus de boodschap die we hieruit moeten halen, die is voor dat moment bestemd. Dat kan nu zijn, maar dat kan ook over een jaar zijn. Al over een half jaar. Volgende week. The Empress. Wauw. En The King of Cups. The Knight of Cups. Mijn excuses. Nou, en dat betekent, er komt iemand aan. Je bent al goed op zich in je element, zie ik. De Empress is iemand die een liefdevol persoon. Gevoelig, houdt van, is intuïtie. Oeps. En ja, wauw. The Four of Wands. En de Seven of Pentacles. En onderop het dek, lieve mensen, kijk. De Ace of Cups. Nieuw begin in liefde.
Jij zit eigenlijk wel goed in je vel. Tenminste, je bent iemand die je houdt van liefde. De hoogpriestress is, of de empress, sorry. De keizerin is dat. Jij kan goed relaties onderhouden. Als je een relatie hebt, voel je je daar ook prettig bij vaak. En kan jij ook liefde geven. Dat is wat deze kaart zegt. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een korte reis of iets met communicatie, dat zie ik hier. Dus het kan zijn, want dit is een liefdesvoorstel, er komt iemand aan, dat jij dus een liefdevol persoon in je leven krijgt. En je bent eigenlijk nu al best wel goed bezig. Jij kan liefde geven en ontvangen. En dat zie je ook, want hou je van jezelf, dan trek je dat natuurlijk ook altijd aan. Wat ik ook zie, is als jij dus wat ik ook zie, ja, dat meestal valt tegen met, voor sommigen geldt dat hoor, kan het in de toekomst zijn dat je in verwachting raakt, maar dat is voor, ik wil niet zeggen dat het zo is, maar in ieder geval dat je vruchtbaar kan zijn, dus pas op. Als je aan het daten bent of flirten, pas op dat je dus wel iets neemt. Maar in ieder geval, wat ik zei, dat geldt voor een enkel hoor. Want ik weet dat er ook wat oudere mensen, of ouder, maar van mijn leeftijd kijken. Maar in ieder geval komt er een liefdesvoorstel. Er komt iemand aan op zijn paardje en die biedt jou die cup aan. Een liefdesvoorstel, een liefdescommitment. Ja, en kijk eens wat daaruit voortvloeit. The Four of Wands, commitment. Meestal heeft het te maken met samenwonen of in ieder geval bij elkaar komen. Happy life. In ieder geval goed, een goede verstandhouding in een relatie, laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk heel mooi. En dit kan ook zijn dat je daarnaar op zoek bent. Hè? Dat je dat al heel lang wilde. En ja, het komt op je pad. Tijd is natuurlijk een ruim begrip, hè? Zeg ik altijd. Dus, maar in ieder geval ziet het er heel goed uit. Het kan zijn dat jij ook aan het werken bent. Dus ik zie hier ook, want de keizerin is ook iemand die zich bezighoudt misschien met cursussen. Dus misschien ben je iets aan het opstarten voor jezelf. Of ben je je aan het ontwikkelen op een bepaald gebied. Maar in ieder geval zie ik dat dus wel, dat resulteert in een nieuw begin. Wauw. Kijk. En dat is een nieuw begin in de liefde, maar dat kan ook emotioneel zijn. Emotioneel fulfillment. Met jezelf gelukkig zijn, mocht je geen relatie hebben. Maar in ieder geval ben jij bezig te creëren iets op langer termijn. Laat ik het zo zeggen. Ga eens kijken wat de... Wauw. Wat ik al zei, independent. Het kan zijn dat je dus gelukkig alleen bent. En dat je dus wel een liefdesvoorstel sowieso krijgt. Maar dat je nu dus echt wel gewoon... Je bent al gelukkig met wie je bent. En dat zag ik hier wel, maar deze kaart bevestigen. Dit is iemand die is eigenlijk independent. En die heeft alles goed voor elkaar. Of tenminste, daar werk je naartoe. Dat kan ook zijn dat je daar naartoe werkt. En dat resulteert gewoon in de 9 of Pentacles. Dat is eigenlijk een soort van wish fulfillment. Of eigenlijk alles goed voor elkaar hebben. Zelfs kijken. Wauw. En de ster. Ja. Balans vinden in alles. Eigenlijk wat jij graag wilde, dat komt gewoon, dat komt uit. Op je intuïtie afgaan. Weer een intuïtie. Dus het kan zijn dat jij heel spiritueel bent. Dat je een spiritueel iemand ook misschien gaat ontmoeten. Iets waar je al heel lang op hebt gewacht. Super. Ik ga nog wat kaarten trekken. Van dit deck. Dat was heel snel. Tweelingpassie. Wauw. Je ontsteekt in hartstocht. Nou, er komt iemand aan, mensen. Er komt iemand aan voor de singles.
En misschien is het wel je tweelingziel. Of een soulmate. Voor altijd en eeuwig. Jullie verkeren in eeuwige gelukzaligheid. Nou, wat ik al zei, hè. Jullie zijn al, wat ik voel, al best wel gelukkig. Misschien wil je wel een nieuwe liefde. En die komt eraan, want hij ligt hier natuurlijk. En hij vloept er hier ook uit. En ja, wat gaat zo het geluk geven wat je eigenlijk altijd al wenste. Maar ook op financieel gebied zit het goed. Spreek vanuit je eigen waarheid. Dat is belangrijk, hè? Mocht je iemand ontmoeten, spreek dan altijd vanuit je hart en vanuit je eigen waarheid. Mag ik nog een kaart? Oeps, voor onze singles. Succes! Alles komt goed. Kosmische timing. Op de juiste tijd zul je het weten. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt. Een dubbele boodschap. Dus waarschijnlijk wacht je al een tijdje op iemand. Misschien heb je diegene ontmoet en wil je dat hij terugkomt. Dat is wat ik ook voel voor sommigen. Dat je een tijdje single bent nu. Dat je geen contact hebt met iemand. Maar voor de singles die al een tijdje single zijn, komt er gewoon iemand aan. Of je gaat gewoon alleen verder en je bent gelukkig en je bent gewoon, houdt eindelijk van jezelf en je bent gewoon gelukkig zo. Dat is wat ik ook voel. En ja, probeer het wel wat tijd te geven, zie ik. Dus je probeert iets te forceren. Dus voor sommigen kan het zijn dat je dit al heel graag wil en dat je misschien al iemand in je leven hebt. Maar tijd zal alles leren, zeg ik altijd. Geef het tijd. Dus ga niks forceren, want het komt er wel aan. Even kijken wat ik nog meer voor jullie kan. Een boodschap van de engelen, of van de elfen, sorry. Zijn we weer. Maar wauw, lieve singles. Het ziet er super goed uit. Een nieuwe liefde, flirten, een liefdesvoorstel, een commitment, four of wands. The nine of pentacles en de ster. Wauw, wauw, wauw. Heel mooi. Mogen we nog een boodschap voor onze lieve singles? Zijn er heel veel. Ik ga. Oeps. Mocht je mijn video's nou leuk vinden, deel het dan en like het. Want op die manier, ja, is dat weer een waardering voor mij. Verleiding. Ontken je dat je een gezonde gewoonte hebt die je een schuldgevoel geeft? Deze elf vertelt je dat je de kracht hebt om de verleiding hoe dan ook te weerstaan. Dus het kan zijn dat jij in het verleden misschien met verleidingen te maken hebt gehad. Of dat het misschien nu op je, ja, een beetje in jouw omgeving is. Kan ook zijn, kan eigenlijk alles zijn. Dus het kan met voedsel te maken, maar kan ook met mensen te maken hebben of... Noem het maar. En wens verstandig. Wens verstandig als je je liefste wens in vervulling wilt zien gaan. Wees praktisch als je je dromen wilt realiseren. Dus wat ik voel hierbij is dat je in het verleden waarschijnlijk met verleidingen te maken hebt gehad. Dus misschien verkeerde relaties. Ja, en dat je het misschien lastig vond om weer lief te hebben, is wat ik voel. Dat zal misschien voor sommigen gelden, maar dat voel ik wel. Maar het is wel belangrijk om je dus open te stellen. Om dus weer eigenlijk die liefde weer te voelen. En wens daarbij ook echt wat je wilt en niet wat je niet wilt. Want niet kent het universum niet. Ja, dat klinkt heel apart, maar zo werkt het. En spreek vanuit je... Ja, probeer dus...
die wens die jij hebt, die hier ook ligt, die komt in vervulling. Dat zie ik. Maar ik zie ook dat je in het verleden misschien toch last hebt gehad van die verleiding. Ongezonde keuzes hebt gemaakt misschien in een relatie. Misschien dat je te veel gaf of dat je te veel te lief was. Of dat iemand misbruik van je heeft gemaakt. Dat is wat ik hierbij voel. En probeer dat schuldgevoel van waarom dat zo is gegaan een beetje los te laten. Want dat hoeft niet. Maar in ieder geval, die wens die jij hebt, probeer dat zo helder mogelijk voor jezelf eigenlijk te uiten. Op liefdesgebied. En je zult zien dat je dat resulteert in een nieuwe liefde. Dus hoe mooi is dat, lieve singles? Ik ga nog één kaart ook hiervan trekken en dan sluit ik hem af. Wauw. Sunglasses, watching, looking, focusing. Dus het kan zijn dat iemand jou in de gaten houdt. Of jij misschien. Maar er is iemand die kijkt naar je. Misschien weet je het niet. Maar er is iemand die, misschien via social media, die je in de gaten houdt. Maar er is iemand die een oogje op je heeft. En de Phoenix, nieuwe fase. Groeien, transformatie. Verandering van je geest. Dus kan zijn wat ik al zei. Dus in het verleden dat je misschien dingen hebt meegemaakt die niet zo prettig waren. Maar open je hart weer. Ga naar buiten. Want het is veilig om lief te hebben. En laat los wat er is gebeurd. Dat is wat ik heel erg doorkrijg. Want je hebt genoeg te geven. Je bent een liefdevolle vrouw. En ja, je bent spiritueel ook. Het kan, wat ik voel is dat je ook ergens iets mee bezig bent. Je bent ergens mee bezig om jezelf te ontwikkelen. Dat is wat ik hier ook uitzie en uithaal. En dat gaat jou in heel veel. En waarschijnlijk, misschien gaat diegene jou daarbij helpen. Dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval ziet het er heel goed uit. Alleen geef het wel wat tijd, zie ik hier. En probeer het verleden, wat je hebt meegemaakt, een beetje los te laten. Om daardoor eigenlijk de liefde in je leven te creëren die je heel graag wilt. Want dat komt er wel aan. Dus ja, doe dat, lieve single. Wat mooi. Ik sluit deze reading af. Mocht het resoneren, doe een duimpje omhoog. En deel en abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer in een van mijn andere readings. Doeg!